Hoi, wat leuk dat je kijkt. Nou, het is je wellicht opgevallen dat ik de laatste tijd weinig heb gedeeld op bijvoorbeeld social media en mijn website. En ja, eigenlijk mis ik dat wel een beetje. Ik ben op dit moment heel erg druk met de afrondende fase van het online programma, waarin ik al met een hele fijne groep mensen ook het programma aan het draaien ben. En die zijn er doorheen aan het gaan. En dat is echt super gaaf, super tof. Maar ik merk dat ik het ook een beetje mis om dingen te delen. En ik heb eens even gekeken van wat is nou voor mij een manier die op dit moment past in mijn tijdschema. En dacht ik, nou, het zou bijvoorbeeld makkelijker zijn als ik gewoon simpele filmpjes kan opnemen, even met de telefoon. Waarin ik jullie toch iets kan meegeven, een tip of iets om even over na te denken. En ik heb eigenlijk wel een interessant nieuwtje voor jullie. Want ik heb na jarenlang dezelfde telefoon, waar ik altijd heel erg van hou. Want ik hou niet zo van een nieuwe telefoon. Want als hij het goed doet, dan waarom zou ik een nieuwe nemen? Altijd alles overzetten, een hoop gedoe en drukte. Ik hou daar niet zo van. Maar de ander was toch echt wel op na al die jaren. En een van de dingen die niet zo goed meer functioneerde, was de camera. Dus ik heb nu een nieuwe telefoon waar ik dit op dit moment ook mee film. En dat maakt het ook weer makkelijker voor mij om even kort bijvoorbeeld wat tegen jullie te kunnen zeggen of met jullie te kunnen delen. Want er gaan best wel dagelijks onderwerpen door mij heen waarvan ik denk, oh ja, dat is leuk, dat is interessant. Daar wil ik wel iets over kwijt. En soms ook gebaseerd op een vraag van iemand of van de week werd ik ergens twee keer ingetagd of ik daar mijn mening over wilde geven. En dan denk ik, ja, dat zijn ook hele leuke dingen om gewoon met elkaar te delen. Dus het is nooit te laat voor een goed voornemen. Het is op dit moment mei 2022. Maar ik geloof erin dat je elk moment van de dag de keuze kan maken om een nieuw voornemen of een goed voornemen in te lassen. En bij deze, mijn goede voornemen vanaf nu is om weer meer met jullie te gaan delen, maar dus vooral ook een beetje rauwe filmpjes. Gewoon even camera aan, even tegen jullie zeggen, zonder verder dat helemaal te moeten knippen, plakken en te editen. En dat maakt dat het voor mij makkelijker is om even zo met jullie in interactie te zijn en toch wat mee te kunnen geven. Dus bij deze de aankondiging daarvoor. En ja, dat betekent dus dat jullie de komende tijd weer wat vaker van mij gaan horen. En dat kan op deze manier zijn, maar zeker ook zal ik ook blijven delen filmpjes met paarden erin en dingen laten zien met de paarden. Want dat is eigenlijk het allerleukste om met jullie te delen. Maar daaromheen is het ook zeker interessant om met elkaar in gesprek te blijven en in verbinding te blijven en met elkaar belangrijke thema's te bespreken. Dus daar heb ik heel veel zin in, kijk ik enorm naar uit. En laat alvast weten onder deze video als er onderwerpen zijn waarvan jij denkt, hey, ik ben wel benieuwd hoe ik daar tegenaan kijk of wat mijn ervaring daarmee is. En ik kan je vast vertellen dat de onderwerpen van de komende video's, onder andere bijvoorbeeld over bidloos zullen gaan. Daar wil ik graag even met jullie over kletsen. En PRA's, maar sowieso de barokke types en of we die nou anders moeten trainen dan bijvoorbeeld warmbloedpaarden, KWPN'ers. Is daarin een verschil? Hoe kijk ik daar tegenaan? Hoe kan je herkennen of een paard een correcte hoofd-halshouding heeft? Daar is me ook een vraag recent over gesteld. Was ik getagd in een bericht wat volgens mij van KNS kwam. En veel mensen vallen. Het valt veel mensen toch op dat wat daar gedeeld wordt aan afbeeldingen, materiaal, in de ogen van velen niet het voorbeeld geeft wat je graag wil uitdragen aan de nieuwe generatie, maar ook aan de mensen die daar natuurlijk op dit moment naar kijken. En zo heb ik nog wel een aantal interessante onderdelen al, of onderwerpen al op mijn lijstje staan. Dus ik hoop dat je het leuk vindt om weer wat vaker wat van mij te horen en te zien. En laat vooral weten waar jij behoefte aan hebt. En dan neem ik dat zeker mee. Voor nu een hele fijne dag gewenst. En tot de volgende video.